Deze nieuwsuitzending is een soort weer opnieuw het verbinding stellen tussen mij en de man die vroeger professor dokter heette, maar tegenwoordig heet hij dat niet meer. Maar we hebben de internet voor elkaar en hij heeft een mop. Hij heeft een leuk verhaal. Nee, maar dat is geinig. Dan heeft het internet nog een beetje zin. Hey Marco, stel je even voor aan de luisteraars, hoe heet je ook alweer? Ja, nog steeds Marco Robinson. Korkasikov is dat. Ik ben Korkasikovisch en Dyslexisch. Ja, maar even goed. Hoe kom je erbij dat ik een mop of een grappig verhaal te vertellen heb? Ik heb nooit een mop of een grappig verhaal te vertellen. Wat? Ik ben toch helemaal niet grappig? Ja, maar wat hebben de mensen aan te luisteren naar ons als er geen grap komt? Maar over Geert Wilders kan je toch lachen? Ja, ik kan wel om hem lachen. Nou, vertel dan wat leuks over Geert Wilders. Maar dan hoef ik niks over hem te vertellen. Ik bedoel, die man maakt zichzelf al belachelijk. Dus daar hoef ik geen moppen over te vertellen. Ja, het is wel zielig hoor van die man. Dan zou hij nog in een goed daglicht komen staan ook nog. Oh, er worden moppen over je verteld, Geert. Dat is het gewoon de moeite niet. Wat ik het leukste vond, in de tijd dat Geert Wilders voor de VVD werkte, ging hij elke maandag naar de Mossad. Ja. En de Binnenlandse Veiligheidsdienst die was erachter gekomen van wat doet meneer Geert Wilders elke maandag bij de Mossad. Nou, de Israëlische ambassade dan, hè? Ja. Was die Geert Wilders zo'n angsthaas? Dat hij iedere maandag om nieuwe instructies moest vragen van, heb ik het goed gedaan? En hij heeft een Hongaarse vrouw, toch? Ja. Wat doet die klootzak in Nederland eigenlijk? Hoezo? Nou, we kunnen toch ook in Albanië beginnen we een Hongaars-Israëlisch grondgebied. Dan mag iedereen met geblondeerd haar en blauwe contactlenzen en een Hongaarse vrouw, die mag daar naartoe. Dat zou wel wat zijn. Dat is wel een heel specifiek reservaat, om het dan maar zo te zeggen. Een mooie omgeving, Marco. Ja, maar dan mag meneer Trump dus ook naartoe. Ja, zonder meer. En hoe heet die Engelsman ook alweer, die ook zo'n geblondeerd kapsel heeft? Oh, dat weet ik nog even niet. Wie is dat? Nou, volgens mij is hij tegenwoordig minister van Buitenlandse Zaken. Hoe heet hij ook alweer? Wat ben jij goed bij het nieuws, man? Hij was een van de Brexit-mannen, zeg maar. En die was eerst burgemeester van Londen. Ik ben even zijn naam kwijt. Ja, het ringt mij geen belletje. Ja, Brown of zo heet hij, geloof ik. Iets met Brown? Ja. Brown is toch die fan die al dat goud van Engeland heeft verkocht voor een habbekrats? Gordon Brown heette die. De goudprijs was op het allerlaagste niveau sinds 200 jaar. En toen heeft Gordon Brown gezegd, verkopen die handel. Ja. Oké. En nou is de goudprijs weer omhoog gegaan. Nu is Gordon Brown, die is helemaal lekker de huppeltjepup. Ja. Oh. Oké. Ga hem even opzoeken hoor. Wat vind je trouwens van Tommy Robinson? Heb je dat een beetje bijgehouden? Wie? Tommy Robinson? Mm. Zeg me niks. Die is gearresteerd. Wie is dat dan? Een verslaggever. Oh. Een Engelsman, een Brit. En die heeft een hele grappige uitzending gemaakt over het feit dat er een aantal van die... dat zijn getinte mensen... Ja, dat is mijn schuld verder niet, maar die mensen zijn getint, hè? En die hebben allemaal kleine meisjes geneukt. Oh. Ja. En die komen dan voor de rechter en die Tommy Robinson, die vraagt zich dan af van, ja, wat gebeurt er nou? Mm-hmm. Ze hebben toch die kinderen geneukt? Wat is dit voor een homo-toestand? Dus hij een beetje lopen mopperen bij het gerechtsgebouw. En dan kwamen die beschuldigden, die kwamen eraan wandelen. En die Tommy Robinson, die zei dus tegen die klootzakken van... Ja, jullie hebben kleine kinderen geneukt. Mm-hmm.
Ja, nou zit hij in de gevangenis. Ja, ja. Omdat hij dus zei dat... Dat die getinte mensen kleine kinderen hadden geneukt. Of daarvan beschuldigd werden. Je gaat niet naar de rechtbank. Ik ben ook wel eens naar de rechtbank geweest. Maar niet voor het neuken van kleine kinderen. Nee. Alhoewel mensen zoals Dick Hommersom denken dat ik dat wel had moeten doen. Want ik heb kleine kinderen geneukt volgens Dick Hommersom. Maar dat moet Dick Hommersom maar een keer onderbouwen. Ja. Ja. Dan wil ik wel naar de Arnhemse rechtbank hoor. Zeg maar, welk kind heb ik geneukt? Ja. Ja. Maar die lui hebben kinderen geneukt. Echt heel veel. Ja. Dus die Tommy Robinson, die werd Robinson. Ja. Die werd een beetje pissed off. Die heeft lekker op Facebook gezet. Nou, dat was 2 à 3 uur. Uh-huh. Nou is hij voor 13 maanden de bak in. Omdat hij kinderneukers heeft geëxposeerd. Laten we zeggen, hoe noem je dat ook alweer? Exposed? Ja, geëxposeerd. Dat is correct Nederlands. Ja, maar bij geëxposeerd denk ik meestal aan een kunstevenement, zeg maar. Een expositie, ja. Ja. Ja, dat is leuk. Er is niks tegen een expositie, maar... Als je dus kinderneukers gaat exposeren, ja, dat wordt niet op prijs gesteld, ja. Niet door die kinderneukers in ieder geval. Nee, dan ga je voor 13 maanden de bak in. Ja, nou ja, dan zal die rechter ook wel een kinderneuker zijn. Denk het wel. Ja. Ja. Want die vindt dat natuurlijk niet leuk als je dat wereldkundig maakt. Nee. Hè, dat is net zoiets als dat... De vorige trouwens is niet helemaal waar. De paus emeritus, hè, zoals ze hem kennen. Die Duitser, hoe heet die ook alweer? Ratzinger? Ja, Ratzinger. Die Benedictus de 16e, bedoel je? Ja, precies. Die is, want hij is in feite, hij leeft nog, hè? Hmm. Hij zit ergens in een klooster. Mm-hmm. Paus emeritus te wezen, dus... En dat kan helemaal niet. Hoe kan nou een onfeilbaar mens zijn laatste dagen emeritus doorbrengen? Ja, dat is. Maar dat heeft dus ook te maken met. Hè, dat hij niet erg blij was. Dat aan het daglicht kwam dat katholieke priesters. En kloosterlingen. Massaal kinderen aan het neuken waren. Hè, dat vond hij niet fijn. Huh. Ik kan me er iets bij voorstellen. Uh-huh. Die Ratzinger, die heeft ook gezegd van kijk, als een priester een kind neukt, dan is dat een zonde. Zonde die worden vergeven, want Christus is gestorven voor onze zonde aan het kruis. Ja. Als je een priester beschuldigt van zondigen, bijvoorbeeld dat hij jouw kind heeft, hij heeft zijn penis in de anus van jouw jongetje gestopt. Huh? Ja. Dat is een misdrijf. Dat is een misdrijf, volgens de wet. Volgens de wet van Benedictus, die Ratzinger. Dat heeft hij een... Nee, maar volgens Ratzinger is het dus geen misdrijf, maar is het een zonde. Ja, behalve als je erover ouwe hoort, want dan is het een misdrijf. Ah. Ja, als het een misdrijf is, dan moet het bestraft worden. Mm-hmm. Dat is heel simpel. Je mag je ook gewoon afvragen van ja, je weet van tevoren dat die katholieken, dat zijn een stelletje heidenen met een Maria-verering en dan weet je al hoe, waar de klepel hangt. Nou ja, en dan breng je daar je zoontje naartoe en dan zeg je, zoontje, ga maar iedere zondag lekker oefenen met die oude man. En dan een beetje komen lopen huilen dat hij in zijn reet geneukt is. Ja, ik stel het maar even zo hard mogelijk hoor. Het moet humoristisch blijven, Marco. Ja. Oh. Sorry voor mijn boer. Nou, boeren moet je gewoon laten, want die bewerken het land. Ja. Maar Geert Wilders is een beetje buiten beeld, vind ik, hè? Ja. Dat komt door die andere grapjas. Oh. Die Amsterdamse figuur. Mm. Je weet wel, toen die in de gemeenteraad haalde in Amsterdam... dat hij op het podium aan het dansen was en riep... mag de microfoon aan?
mag de microfoon aan. Er is nog een rap overgemaakt zelfs. Hoe heet die ook alweer? Boudin, geloof ik. Wat? Ja, een heel arrogant mannetje is het. Boudin, hij komt uit Groningen of zo. Ja, ja, ik weet niet waar hij vandaan komt. Boudin? Ja, hoe heet die nou, die van dat Forum voor Democratie? Oh, wacht even. Yes. Daar ben ik ook op tegen. Ik ben antidemocratisch, maar... Wat zijn nou, eigenlijk ja. Forum voor Democratie? Forum ja. Voor... Dat we even weten... Ja, Forum voor Democratie, precies. .nl. Hé hey man, daar zat die advocaat zat erop. Dat is... Jeetje, mijn kreetje. En die man die heet volgens jou... Boudin. Nee, dat is die jonge man. Nee, Baudet. Baudet bedoel je. Baudet, ja. Die... Baudet start artikel 12 procedure om vervolging Ollongren af te dwingen. Oh, Hedema, zo heet die advocaat. Ja. Oh ja, dat is ook zo'n hele fijne man is dat. I mean. Ik wil het niet serieus maken of zo, maar de kosten van een kogel, dan praat je over 20 eurocent tegenwoordig. Oh, is het maar zo weinig. Ja, ik denk het wel. Als je een beetje kwantum afneemt, hè, dan moet je wel 100 kopen. Ja. Nee, je schiet ook een paar keer mis, dus... En je moet ook nog oefenen, gewoon een paar keer. Oh, ook nog een beetje oefenen. Dan ben je van het gouden hoer af. Maar ik ben zo bang dat als je deze lui een kogel door de kop jakkert... dat er allerlei andere mensen klaarstaan van... Oh, mooi, dan mogen wij. Ja, nee, dat is inderdaad... Je kan ze maar beter niet doodschieten. Nee. Nee, het enige wat je... Het beste wat je kunt doen is zichzelf gewoon belachelijk laten maken. Ja, maar... Dan blijven er nog altijd mensen over die ze steunen. Maar dat worden er dan wel steeds minder, want ik bedoel, ja... Dat vind ik wel leuk. Rutte, dat staat hier op die website, hè? Huh? Rutte, die is dus nog steeds in functie. Ja. Hoe krijgt die kerel dat voor elkaar? Nou, kijk, Rutte die was ooit woordvoerder voor Unilever. Oké, ja. Internationaal woordvoerder. Ja, nou en? Ja. Als je van zo'n groot bedrijf woordvoerder bent, dan heb je wel wat, dan ken je wel wat trucjes. Hè, om dingen te verhullen of dingen juist te geven, te zeggen wanneer dat in het voordeel is. Ja. Dus zo doet hij dat ook als minister-president. Ja, mijn punt blijft, hoe kom je ermee weg met zo'n achternaam? Rutte. Ja, dat is niet... Dat is hetzelfde dat ze in Nijmegen, dat doen ze dan ook een voetballer, zeggen ze. En dan noemen ze hun club, noemen ze NEC. Nee. Ja, nee, wel. Die club heet NEC. Ja, voor een Arnhemmer heet het NEC. Ja. Ja, ik bedoel, dat zonder meer. Maar als je tegen een Nijmegenaar zegt, dan zegt hij nee. Want NEC... Het is NEC, ja. Nee, het is NEC. NEC zit in het hert. Zeg ik dat even op zijn helms? Ja, maar kom op. Hey, hallo. Maar kijk, als je je club Vitesse noemt... Ja. Dan sta je qua snelheid... Ja. Op de kaart. Maar dan ben je de minister-president... en dan laat je jezelf Rutte noemen. Kijk, ja, Jozef Stalin, die had ook zo'n kut achternaam... van Ibrahim Vramin of Bribuch of zo. Ja. Maar die heeft zichzelf door Stalin genoemd. Ja, maar Rutte heeft zichzelf niet zo genoemd. Dat komt door zijn ouders. Ja, had die man van achternaam kunnen veranderen. Ja, zeker net als de vader van de bekende Adolf. Greukelschieber of zo. Schikkelgroeber. Schikkelgroeber heette die.
Dan moet je je voorstellen, als die man zijn naam niet had veranderd. Ja, dan had de Tweede Wereldoorlog of zo zijn begonnen door Adolf Schicklgruber. Ja, maar je kunt je toch niet voorstellen. Heil Schicklgruber. Maar die Rutte kan er goed bij weg. Nou, die heeft, echt een klote achternaam. En heeft hij niet veranderd? Nee, maar het is ook een makkelijke achternaam. Hè? Ik bedoel, net als Hitler, ja? Dan heeft twee lettergrepen. Oh ja, Rutte. Rutte ja. Heeft ook twee lettergrepen. Ja, precies, dat vinden mensen makkelijk. Ja. Kijk, mijn achternaam heeft drie lettergrepen en dat vinden mensen moeilijk. Ja. Ja. Maar Rutte heeft ook... Ja, het klinkt niet lekker... Ik zou niet een vrouw willen neuken die Marloes Rutte heet. Ik denk Marloes. Dat gelijk, die gaat hele rare scheetjes laten tijdens... Dat je dat, ja. Oh, dan wordt ze Marloes Rutte. En dan wordt er gezegd... Ja. Je weet niet of het waar is, hè? Maar er wordt gezegd dat Mark Rutte... dat hij zijn penis heeft gestoken in een anus van een andere man. CQ, vice versa. Ja. Ja, maar dat gaat natuurlijk ook wel rufter. Ik denk wel, als je je lul heen en weer haalt in een anus van een kerel... Ja, het ligt er maar aan wat hij gegeten heeft. Hè. En of je daarna gewoon onder de douche gaat of niet. Ja, maar tijdens het neuken heb je wel die lucht. Ja, dat heb je altijd. En of dat nou homoseksuele seks is of heteroseksuele seks... Het ruikt altijd. Er zit een luchtje aan. Ja, die geef ik je cadeau. Maar Mark Rutte heeft niet echt een vrouw zwanger gemaakt. Dat is niet zo. Dat is een conspiracy theorie als dat zo waar zou zijn. Hè? Nee, dat zou een hele mooie zijn als hij dus een vrouw zwanger had gemaakt. Ja, en, dat hij ook tegen die wijvenstang kan. Dat hij zijn lul in de kut stopt. En ja, dat gaat natuurlijk ook ruiken. Ja, ja nee, maar goed, dan heeft hij die vrouw ook zonder middelen achtergelaten. Of hij heeft natuurlijk net als Trump een afkoopsom, een zwijgsom betaald. Wat? Ja, dat die pornstar in Amerika die het met Trump heeft gedaan. Ik vind het al moeilijk om het te hebben over Mark Rutte. En jij sleept er telkens weer Donald Trump bij. In dit gesprek dan, hè? Ja. Dan wordt het echt zwaar, jongen. Ik vind het zo'n lul, hè, die Donald Trump. Ja, ik vind iedereen die katholiek is, katholiek beamend, beleidend. Oh, de paus, waar zijn uw tenen? Mag ik ze aflikken? Al die lui eigenlijk. Ja, je kan, wat ik net zei, we kunnen een stuk van Bulgarije opofferen. En dan stoppen we ze allemaal in. Of we graven een kuil. En dan stoppen we ze allemaal in. Ja. Ja, maar kuilen, homo's. Kuilen graven kun je beter aan de Duitsers overlaten. Dat is toch geen enkel probleem. Ik red het Duits. Ja, nee, maar... Graben sie mir ein Keule. Graben sie mir ein Keule, ja. Heel goed. Ik denk dat Duitsers je echt aankijkt van... Wat zeg je nou? Wie geeft man aan de keulen? Gibt uns ein Wiedergutmachung. Grabe ein Keule. Dan flikkeren we ze allemaal in. Ja. Die moet die Duitsers ook een keer duidelijk maken dat ze geneukt zijn door de paus. En verneukt zijn, al die kerels kapot, al die vrouwen verkracht. Ja. Dan kan je wel lekker zijn van, ik ben van de Bijbel, Romeinen 12 vers 19, dus de wrake is aan de heren, heren. Ja, het heeft zo zijn grens, Marco. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Want ik geloof daar natuurlijk helemaal niet in. Nee, ik weet precies tegen wie ik het zeg. Ja, want ik geloof helemaal, ten eerste geloof ik niet in wraak. Wraak is meestal een ja, dat brengt je eigenlijk niet veel verder. Maakt ellende eigenlijk alleen maar groter. Behalve dat je van Mark Rutte af bent. Ja, maar toch niet uit wraak.
Ja, je moet ergens vandaan komen. Je kan ook Mark Rutte in een kuil gooien uit moraliteit. Dat is ook, vind ik ook best. Maar de meeste mensen zullen dat niet doen. Maar als je duidelijk maakt dat die vent ons verneukt heeft, dan is het makkelijker om hem in een kuil te gooien. Voor de meute, ik ga het zelf niet doen. Niet bang voor te zijn. Maar voor alle duidelijkheid ook. Ik bedoel, we hebben het gezien met Pim Fortuyn. Pim Fortuyn werd doodgeschoten. En wij krijgen er Geert Wilders voor in de plaats. Ja? Ja, inderdaad, ja. Het is een beetje vervelend. En dan heeft meneer Jan Maarten nog maar een heleboel geluk gehad. Jan Maat was. Ja, dat was niet het grootste brein van Nederland. Ja, hij had wel een paar wetenschappelijke titel. Hij had, volgens mij was hij toch wel een dokter of. Hij zei, van hem is die geniale uitspraak: wij schaffen de multiculturele samenleving af. Ja. Hoe stom kan je zijn? Nou ja, goed. Dat is mijn mening. Jan Maat, leeft hij nog trouwens? Volgens mij niet. Nou, daarom, over de doden niets dan goeds. Nou ja, ligt er aan welke doden. Ja, Jan Maat. Ik snap niet waar die. Die man heeft in mijn ogen niks fouts gedaan. Hij zat te kankeren over dat de uitvoering van dat plan uit 1923. Het Koudenhoven-Kaljergi-plan. Om de hegemonie van Europa te zerstoren. Te verstoren. En dat moest langzaam ingevoerd worden. Want anders zouden wij het in de gaten gaan krijgen. Ja, en Jan Maat had het in de gaten. En die zei, hou daarmee op. Maar Jan Maat had niet in de gaten dat hij zat te kankeren tegen een plan. Want Jan Maat is een bomaanslag gepleegd in de jaren 90. Ja, dan was dat Koudenhoven-Kaljergi-plan al 70 jaar bezig. Hoe dacht die Jan Maat daar in zijn eentje wat daartegen te kunnen doen? Hij kreeg een bom in zijn dinges. Ja, maar goed, dat geeft dan ook weer duidelijk aan. In Amerika noemen ze dat deep state. Ik weet niet hoe dat in Europa heet. Nou, dat zijn de werkelijke machten die de powers that be, om het zo maar te zeggen. En dat is niet de regering. En dat is, nee, de powers that be, ja. Dan gaan we door. Nou, ik zeg de powers that be. Ja, de paus, precies. Ik versta je heel goed. Ja, ga maar door. Ja, maar als jij zegt dat het alleen de paus is, dan weet je ook dat dat een ding is. Die organisatie is wel iets groter dan dat. Die geef ik je cadeau. Het is een organisatie. Het is niet zo dat de paus alle touwtjes in handen heeft. Nee. Denk aan Johannes Paulus I. Die dacht eventjes in 33 dagen wat leuks te gaan doen. En toen werd hij s'morgens niet wakker. Ja, ja, toen was hij dood. En toen kregen we Johannes Paulus II. Ja. En die lukte het wel. Om iets te veranderen. Dat was een groot succesnummer, ja. Ja. Nee, in feite heeft hij de Sovjet-Unie op de knieën gekregen. De Sovjet-Unie hebben ze zelf gecreëerd. Nee, dat waren wel de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog. Ja, in 1917 of zo. Die hebben Lenin teruggestuurd naar Rusland. En die zei je van, nou, ga daar maar een beetje rotzooi trappen. Ja. Dan gaat die dat aristocratische gedoe, wat die... Gooi ze er maar uit, als dat maar zorgt dat wij... Ja. Dat de oorlog aan het Oostfront ophoudt. Ja. Nou, en we vinden het niet erg dat je een concentratiekamp een gulag gaat noemen. Want we vinden het allemaal gulag. Ja, daar hebben we hard om gelachen. Ja. Ja. Die Leo Trotsky, Lev Brondheim heette die klootzak, by the way. Huh. Dat was een Jood, Lev Brondheim. Huh. Die kreeg 5 miljoen mee. In die tijd was dat $5,000 miljard of zo. Dat was in ieder geval een heleboel in die tijd, ja. En dan is zijn naam veranderen, hè? Meneer werd Trotsky. Huh. Nou, ik zal heel erg Trotsky zijn op zo'n mooie Trotsky-achternaam. Ja, maar toen werd hij toch op een gegeven moment in Mexico vermoord. In ieder geval ergens in Midden- of Zuid-Amerika.
Ja, dus dat was toch ook niet zo'n goed plan van hem. John F. Kennedy is ook gedingest. En Pim Fortuyn ook. Die mensen weten niet waarmee ze spelen. Ze spelen met vuur. Nee, maar goed. Ik bedoel, de theorie is natuurlijk dat Pim Fortuyn is vermoord door een zogenaamde lone wolf. Genaamd Volkert van de G. Huh? Maar Volkert van de G was ook geen lone wolf. Nee. Hij is ook helemaal niet door Volkert van de G vermoord, man. Dat is niet waar. Hij was de, Volkert van de G was de zondebok. Ja, hij was dus de van der Lubbe van na de Tweede Wereldoorlog. Zoiets, ja. Een of andere moloot. Ja. Of de Lee Harvey Oswald van Nederland. Ja, zoiets, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, nee, ja. Ja, want dat begint ook steeds duidelijker te worden. Dat er something's fishy about the murder on Kennedy. Dat lijkt me wel, ja. Ja. Want dat er nog steeds gegevens niet vrijgegeven worden. Mm-hmm. Ja, en dat zou zijn in het nationaal belang en het internationaal belang. Mm-hmm. Dat betekent dus dat er bepaalde mensen beschermd dienen te worden, klaarblijkelijk. Die dus toch wel iets met die moord te maken hebben gehad. Ik noem bijvoorbeeld alleen maar een... George Herbert Walker Bush. Ja. De vader van George W. Mm-hmm. Die had er mee te maken. Ja, ja. Die had er mee te maken. Die werkte toen voor... volgens mij werkte die voor de CIA. Ja, klopt. Hij is in de rapporten genoemd. Hij heeft dat ontkend. Want het zou om een andere agent gaan. Onder de naam George Bush. Ja. Weet je wat de afkorting is van de CIA? Central Intelligence Agency. Dat is de officiële afkorting. Ja, ja. Maar nu de humoristische. Ja. Catholics in Action. Leuk. Echt lachen. Je blijft lachen met die katholieken, man. Dus alsof de CIA de moderne inquisitie is. Ja, daar zijn ze zonder meer. De Amerikaanse inquisitie. Ja. Van, you were afraid of the Spanish Inquisition. But yeah. Now we have a new edition. Yes. The American Inquisition. Even kijken hoor. De Catholics internationally approved. Of verbeterd, moet je dat zeggen. De verbeterde katholieken. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen corruption in action. Corruption in action, ja, dat maakt geen donder uit. Wat ik hier ook zie staan, hè. Teken nu voor een referendum over de donorwet. Ja? Ja, nou ja, goed. Weet je... Sprakeloos ben ik, hoor. Dit is dus de website van de Partij voor de Huppeltjepub. Nou, nee, maar Forum voor Democratie, met die Hiddema. Donorwet. Hallo. Als ik wat wil... als ik een donorwet mag voorstellen... dan zeg ik, als iemand iets wil geven... dan mag dat. Ja, vind ik ook. Ja. Maar aan de andere kant, als ik dood ben... interesseert het mij geen lore of ze me helemaal opensnijden. Ik kan er misschien zelfs nog een stukje humor uithalen. Want stel je voor... ze gebruiken mijn lever voor een levertransplantatie. Bij iemand die een fervent anti-alcoholist is. Dan heeft hij mijn lever en is hij voor de rest van zijn leven alcoholist. Dat vind ik humor. Dat moet opgenomen worden in de donorwet. Dat moet opgenomen worden in de donorwet, ja. Want je mag de lever krijgen van Marco Robinson, maar dan moet je wel zin hebben in bier. Nou, dat krijg je dan wel. Want die leven van mij is zo gewend aan de spul. En die kan niet meer zonder. En dan komt mijn leven in een fervent anti-alcohol persoon. Marco, ik heb helemaal geen hekel aan jou. Maar op het moment dat jij overlijdt of dreigt te overlijden... want als je je organen wil afstaan, dan moet je nog niet dood zijn, hè? Nee, dan gaat het gelijk bederven. Dus je moet er snel bij zijn.
Dus jij bekrijgt... Ja, wij gaan bepalen dat je breindood bent. En dan? En dan is nou ja. Ja. Dan moet je toch eens zien wat je hebt aan meditatie. Hè? Dan ben je in het ziekenhuis, ben je aan het mediteren. Heb je eindelijk de staat van nirvana bereikt. En dan zeggen ze dat je hersendood bent. Waar het mij om gaat, is dat als jouw organen gaan oogsten, dan ga ik flyeren. Dan ga ik aan iedereen vertellen wat jij allemaal uitgefroten hebt. Jouw teennagels mogen verwerkt worden tot dingetjes voor kinderschoentjes. Dat vind ik niet erg. Dat lijkt me niet dat een kind daar een probleem mee krijgt. En die teennagels mooi een beetje uitrekken. Je hebt het toch dood, je voelt er niks van. En als je tegen een kind zegt van er zitten teennagels van een dode man in. Mm-hmm. Ik denk dat ze dan toch wel een beetje huiverig worden hoor. Oké, dan doen we dat niet. Nou, voor de rest helemaal niks van jou, Marco. Ik zou toch echt niet willen dat iemand van jou een stuk nier krijgt. Waarom niet? Ik bedoel, ze doen het al meer dan 50 jaar hartstikke goed, dus... Maar ook weer hetzelfde probleem als met de lever. Oké, maar dan wordt het de donorwet. Jij schrijft eerlijk op wat je allemaal uitgefroten hebt. Want jij hebt niet alleen alcohol gedronken, je hebt nog wel meer gedaan. Ja, maar in mate. Je hebt het gedaan. En ja. Daar moet je netjes bij staan. Want de organen van Marco Robinson, die hebben nogal wat doorstaan. Die zouden LSD kunnen bevatten, bijvoorbeeld. Heb je LSD gedaan? Ja, dat heb je gedaan. Ja. En je weet, dat kan de rest van je leven bij je blijven. Oh, vandaar, ja. Want het wordt op zich niet afgebroken door je lichaam. Mm. Dus het meeste pis je natuurlijk wel weer uit. Maar het kan dus zijn dat 10 jaar nadat je een trip hebt gehad, dat er nog steeds LSD in je bloed zit. Ik ga dat toch een keer doen, hoor. Ik heb dat niet gedaan, hè. Hoe vaak heb jij het gedaan? Ik heb een periode gehad dat ik het regelmatig deed. Mm-hmm. En dat was ook eigenlijk een soort schoolklas of zo om het te doen. Daarna eigenlijk nooit meer. Dus ik heb het een paar keer gedaan. Hartstikke leuk. 10 keer, zeg maar. Nou, wel meer. 20. Ja, het is op zich hartstikke leuk. Je moet er een uitje van maken. Je moet niet in je flatje blijven zitten. Je moet de natuur in. Je moet genoeg te drinken bij je hebben. Vitamine C. Sinaasappelsap is ideaal. En je moet ook niet in de stad rondlopen. Want verkeersregels die gelden niet meer. Dat is een heel simpel ding, weet je. Ja, natuurlijk, ja. Ja, dus je moet echt langs de wandelpaden en ook niet te diep de natuur in. Want op de een of andere manier heeft de natuur natuurlijk wel door dat je op een trip bent. Mm-hmm. Ik heb wat dat betreft wel rare dingen gezien. Ik bedoel, want ineens gingen spinnen licht geven. Mm-hmm. Dat deden ze, zonder die trip deden ze dat niet. Mm-hmm. Dat is ook heel raar. Van elektriciteit ziet er ook ineens uit als een soort spinnenweb of zo. Mm-hmm. Heel, heel, heel gekke beelden zijn het allemaal. Oh man, wat een goede reclame voor LSD. En waar kan je dat tegenwoordig kopen? Nou, dat is wel lastig. Mm. Ja, ik heb het laatst proberen te bestellen voor iemand. En het duurde zeker een maand voordat ik reactie kreeg van dat ik het eventueel zou kunnen bestellen. Maar toen had diegene er ook geen interesse meer in. Dus... Het is te koop. Het is te koop. En het valt op zich, je zou denken van, nou, als het zo moeilijk te krijgen is, dan zal het wel duur zijn.
Dat is dus ook niet zo. Oké, okay, heel bemoedigend. Ik ga het proberen. Ja. Je moet toch binnenkort op vakantie. Dus, ja. Heb je wel eens ecstasy geprobeerd? Of ja, ecstasy heb ik gedaan. Dat vond ik wel heel, als een hele lieve drug. Ja. Paddenstoeltjes? Ja, heb ik ook gedaan. Echt, Dan denk ik dat je wel redelijk voorbereid bent op iets als LSD. Nou, ayahuasca heb ik ook gedaan. Maar nu even over mooie berichten. Nou ja, als je dat gedaan hebt, dan kan ik je zeggen van... Oké, okay, LSD is als ayahuasca, maar dan 8 uur lang. Ja. Dus, daarmee geef ik je iets om na te denken. Weet je wel? Nee, het gaat om de kijkeraars, dat ze allemaal aan de drugs gaan. Ja. Want kijk, Mark Rutte, dat zie ik hier ook, die Baudet. Die heeft een debat gehad met Mark Rutte over het verhogen van belastingen. Ik vind het een goed idee. Ik vind dat de belastingen hoger moeten. Nou, nee. Is die allemaal mensen zie ik hun geld aan uitgeven aan helemaal niks? Dan denk ik, ja, omhoog met die belastingen. Nee, maar kijk, het is ze kopen alleen maar rotzooi, die consumenten. Nederlandse politiek zit zo in elkaar. Oké, we krijgen klachten uit Groningen. Hè? Dus we gaan stoppen met het boren naar gas. En dat gaat de staatskas geld kosten. Oh? Ja, uiteindelijk ongeveer het bedrag wat Rutte voor ogen had om dat te geven aan de multinationals. Oké, okay, ik volg. Aan belastingvoordelen, zeg maar. Hoe heet dat ook weer? De benefits. Maar in ieder geval dat die grote bedrijven minder belasting hoeven te betalen. Lijkt me ook, ja. De grote bedrijven geen belasting betalen, nee. Belasting betalen is voor de burger. Als ze maar zorgen dat er hier mensen uitgebuit worden. Ja. Dat ze dus als PVV, als ZZP'er bij de McDonald's komen te werken. En daar hamburgers gaan bakken, omdat ze geen andere optie hebben. Totaal niet beschermd zijn door enige vorm van werknemersbescherming. Want dat is goed voor de economie. Ja, lijkt me, ja. Dat lijkt me logisch, ja. Ja, nee, dat is dat is ongeveer de politiek van Rutte uitgelegd, hè? Ja, ik blijf me afvragen. Hij heeft dus alleen maar kerels geneukt of heeft hij helemaal nooit geneukt? Ja, kijk nou eens naar hem. Als ik een vrouw was, zou ik zeggen... Greetje, beentje dicht. Ja. En een pepperspray. Zoiets, dus... Dat sowieso niet. Maar dat zou wel een goede vraag zijn van voor hem in een interview. Meneer Rutte, weet u wat coïtus is? Ja. Ja. En dan gaat hij waarschijnlijk een heel technisch verhaal houden. Mm-hmm. En dan is dus de vervolgvraag natuurlijk. Oké, maar weet je dan wat neuken is? Ja, dat is echt een hele goeie. Ja. En nu nog dat voor elkaar krijgen, dat die vraag gesteld kan worden. Ja, maar de vraag kan altijd gesteld worden. Hij moet aan plein publiek. En dan staat hier ook weer... Nee, voor de televisiecamera geloof ik zo. Echt. Wat staat hier nou? Hier staat Mark Rutte onironisch. Ik ken het hele fucking woord niet. Wat? Onironisch. Het staat hier. Onironisch? Ja. Nou, dat is het tegendeel van ironisch. Je had ook gewoon kunnen zeggen, saai. Oké, die vervangen we. Dus hier staat Mark Rutte, saai, dubbele punt. Ja. Tussen quotejes. Liegen mag niet. Een ongelooflijk saaie opmerking van Rutte. Dat ze liegen niet mag. Ja. Weet je, daar moet hij vooral over beginnen.
Dat is iets wat je tegen kleuters zegt, toch? En dan kom ik toch weer aardig in de richting van... Zou die misschien zijn leuter in een kleuter hebben gestopt? En dan zeggen van, liegen mag niet, hè? Ja, precies. Nou, je vond het wel leuk, hè? Ja. Nou, je vond het wel zou het leuk, kunnen, hè? Liegen mag niet. Je vond het wel leuk, hè? Dat hij net als André van Duin het gedaan heeft met de 14-jarige Marokkaanse man. Dus, dan houdt hij toch van kut. Dat is ook niet leuk voor André van Duin natuurlijk. Maar, nee, maar dan houdt André van Duin toch van kut. Hoe bedoel je? Kut Marokkaan. Nou, soms gaat dat bij mij zo snel, hè? Oké, en dan heb ik nu een andere headline. Baudet. Wacht even. Mag je doorrijden? Je mag zo weer aan het woord. Nee, ik moet heel eventjes, ik zit weer tegen een lege tank aan te kijken. Oké. Dus ik moet weer even naar het benzinestation. Oh, dat vind ik mooi. Maar zullen we even een mooie afronding maken? Dan ga ik ook naar het benzinestation, ja? Ja, nee, ik hoef niet echt naar het benzinestation. Ik hoef alleen maar naar de andere kant van mijn kamer, want daar ligt mijn rugzak met mijn tanks erin. Ah ja. Dus ik hoef alleen, dat is 10 seconden. Ik ga wel even een liedje zingen. Ja, ga even een liedje zingen. Leuk. Marokkaantje, zwart als roet. Ja, dat is een mooi gedoe. We hebben wel de audio goed voor elkaar. Dat moeten jullie toegeven. Dus, qua audio perfectie is dit een 9, denk ik. Heel veel beter kan het niet. Hey, Marco heeft niet... Daar was ik weer. Oh, u bent er weer. Ja, ik was net even aan het vertellen over dat we de audio zo goed voor elkaar hebben. Ja, nou, dat was ook wel even een klusser. Ja. Man, als we dat de luisteraars gaan vertellen hoe die hele zooi steeds weer voor elkaar krijgen. Dat wij ja, dan worden ze gek, man. Kunnen maken, dan worden ze helemaal gek. Ja, dat wij nog niet gek geworden zijn. Nou, ja, dat ben ik ook, ja, dat is tot daar aan toe. Mijn leven doet er niet toe. Kijk, wij worden er niet gek van, omdat we het al zijn. Precies. Ja, dat is heel simpel. Kijk, dat heb ik ook wel eens een keertje iemand uitgemaakt. Ik zeg van, probeer je me nou gek te maken? Dat gaat je niet lukken. Deze headline. Ik wil even doordenderen. Hier staat... Kedenkedenk. Baudet over het slaafs steunen van de leugenachtige Mark Rutte door de SGP. Wat is hier nou weer aan de hand? De SGP, de Staatskundig Gereformeerde Partij. Dat zijn de mensen die in de Tweede Wereldoorlog met Hitler samenwerkten. Omdat ze zeiden van, ja, dat is nu het gezag en wij zijn gezagsgetrouw. Dat zijn de staatskundig gereformeerde mensen. Dat zijn ook de mensen die in verhouding de meeste SS'ers geleverd hebben in de Tweede Wereldoorlog van Nederlandse zijde. Mm. Ja, dus, want ja, ze waren gezagsgetrouw. Aan Duitsland. Ja, precies. Ja, aan de paus. Hitler was van de paus. Ja, maar wacht even. Zij zijn gereformeerd. Ja, zij zouden zich eigenlijk helemaal niks moeten aantrekken van de paus. Ja, maar ze hebben hun Bijbel niet begrepen. Ja, ik snap het niet hoor. Kijk, die SGP, ik vind alles best. Maar in de Bijbel staat toch echt, Marco. In Exodus. Mag ik even? Ja, Exodus 20. De 10 wetten van... Mag ik even uitpraten? Mag ik even uitpraten? Natuurlijk. In Exodus 20, daar staan de 10 geboden. En één daarvan is... Gij zult geen valse getuigenis afleggen. De SGP, die vertelt tegen ons... dat die aanslagen van 11 september 2001... die zijn uitgevoerd door Osama bin Laden. Dat is niet waar. Dus een leugen, dus een valse getuigenis. Al die SGP'ers, die mogen in dezelfde kuil. Welke, wie ging je alweer gooien in die kuil ook weer? Ja, nee, je mag niet liegen, homo. En niet tegen jou natuurlijk, maar... In de kuil der hypocratie. Ja. Hypocritie. Hypocritie, ja. Nou, hypocratie is misschien ook wel een
term die we moeten invoeren. Ja, hypocratie, ja. Dat is waar we in leven. Ja. Niet en in de hypocrisie, maar in de hypocratie, ja. Maar in een hypocratie, ja. Dat is dus een totaal corrupt systeem. Ja. Nee, maar dat heb ik ook wel gemerkt, want in mijn familie was ik de laatste kerkganger. Tenminste, in het gezin waarin ik zat. Want mijn ouders gingen al niet meer naar mijn kerk, naar de kerk, mijn broers al niet meer. En ik was de laatste die er zat. En dat de laatste dag dat ik daar zat, was voor mij ook echt een openbaring. Want ik zag voor het eerst, niet mijn familie in de kerk, maar juist al die andere mensen in de kerk. En ik doorzag in één keer hun hypocrisie. Mm-hmm. Ja, de winkelier op de hoek die boekenprijzen vraagt voor zijn producten, die schijnheilig zijn stukje plakkend broodje eet in de kerk op zondag. Ja, en dat soort dingen zag ik ineens allemaal. Ja, ik begrijp het. En toen had ik ook zoiets van, ja, daar wil ik niet bij horen. Mm-hmm. Stelletje hypocrieten. Mm-hmm. Weet je zondag handelen afkopen met één keer in de week tien uur om een bepaalde plek te zijn. Mm-hmm. En dan ben je ook nog op een plek waarvan ik denk van, ja, hey, dat is een goede kroeg. Daar zou ik willen zitten. Ze hebben de goede wijn. Ze hebben er ook broodjes, maar dat is niet echt aan te raden. Hmm? Alleen het lullige is, je krijgt wel wat van die broodjes, maar de barman drinkt zelf de wijn op. Je hebt het over de mis, de eucharistie. Ja. Daar snap ik dus ook helemaal niks van. Nee, maar dat staat ook helemaal in de fucking Bijbel niet. Nee. Nee. Nee, dan zeg ik ook weer, welke Bijbel? Dat is zelf verzonnen, ja. De koning Jacobus Bijbel uit 1611. Oké, nee, maar dan zet je het jaartal erbij. Dus niet die van 1700 nog wat. De gereviseerde Jacobs Bijbel. Nee, want die precies. Heb je ook nog. Nee, nou, hey, dus gewoon die oude wetse, die kan je hier kopen om de hoek voor €7,95. Dus een oude hoeie over. Mm-hmm. Dat is van het hele correcte Engels. Het lijkt wel Nederlands. Maar vertaling op vertaling op vertaling op vertaling op vertaling op nee, vertaling. Nee, niet met de koning Jacobus van 1611. Die is van... Ja, juist wel. Hoe kom je erbij? We hebben 47 man hebben eraan gewerkt. Om die scriptus, receptus, de ontvanger... Dat zegt het al. Mag ik even uitpraten? Nee, die 47 man, die hebben die scriptus, receptus omgezet in het Engels. Ja. Nou, dat is de vertaling van de Bijbel. Maar wie heeft het omgezet in het scriptus nog wat? Er zijn dus ook mensen bij betrokken. Ja, er waren meerdere talen. De scriptus, receptus, dat was Hebreeuws, Aramees... En het Nieuwe Testament, uitsluitend Grieks. En Aramees? Nee, ik dacht alleen het Nieuwe Testament, alleen Grieks. Ja, dacht later ik, maar... Origineel in het Grieks. Ja. Wat eigenlijk best wel gek is. Waarom? Nou, voor een beschrijving van iets wat in het gebied van de... laat ik toen zeggen, Palestijnen en Joden. Want toen heette ze al zo. Nou, niet Jood, maar wel, we hadden wel een bepaalde naam. Mm-hmm. Ik weet niet hoe ze in het Romeinse Rijk werden genoemd, eigenlijk. Hebreërs. Mm-hmm. Kan. Ja, dat is zoiets. Ik ben even de draad een beetje kwijt. Maakt niet uit. Waar waren we ook alweer? Bij de koning Jacobus. Over de Bijbel hadden we het. Oh, ja, dat is ook... En in de Bijbel ook... staat... je mag geen valse getuigenis afleggen. Uitdrukkelijk verboden. Don't go that way. Ja, de moeder van mijn kind, die was er ook zo'n ster in... om te denken dat ze er wel weg mee kwam.
En dan kom ik er later achter dat ze tegen mij gelogen heeft. En dan ging ze met het servies gooien. En ik blij zijn dat ons kind er niet bij was. Ja. En je moet gewoon niet liegen. Punt. En dan ga je met servies lopen gooien als Perry Franciscus Martinez Winkel erachter komt. Ja, je had ook gewoon kunnen beginnen met niet te liegen. Ja. Ja. Ja, nee, maar dat is altijd zo. En natuurlijk, uiteindelijk, weet je, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Ja, dat denk ik me ook, ja. En dat vind ik veel meer een reden om niet te liegen, dan van je mag niet liegen van God. Want God bestaat niet. Dus net de kerstman mag je ook niet van liegen, of Sinterklaas, daar mag je ook niet van liegen. Mm-hmm. Ja, maar dat zijn allemaal leugens. Ja, Sinterklaas is een leugen. Kerstman is een leugen, God is een leugen. Ja, dus en het mag niet van God liegen. Dus dat is een beetje een raar dingetje. We vertellen kinderen dat ze niet mogen liegen. Dan kan je zeggen van nou, oké, je mag van God niet liegen. En dat doe ik het toch, net als de moeder van het kind van Perry Franciscus met Hines Winkel. Uh-huh. Wat gaat er dan gebeuren? Dan word je vergeven. Ja, ja. Dan heb je een zonde begaan. Ja, ja. En die zonde wordt vergeven. Als je maar genoeg wezen groetjes en onze vaders bidt. Ja, dat is katholiek, jongen. Ja, nee, maar dat snap je. Maar dat is God vergeeft toch alles? Hè? Jezus is toch aan het kruis gestorven vanwege onze zonde? Nou kijk, die vrouw waar we het over hebben, die leugenaar, uh-huh. Die zegt, ik moest het wel. Want ik wilde leuke dingen doen. En die dingen waren zo leuk. Namelijk seks hebben met Peter Bosman. En dat zou jij niet goed gevonden hebben. Dus jij hebt mij gedwongen tot liegen. Dit vind ik het mooiste voorbeeld van hoe iemand de feiten kan verdraaien. En zichzelf vergoeilijkt in deze situatie. Mm-hmm. Want daar komt het feitelijk op neer. Ik vind het wel heel grappig dat ze dat zo zegt. Ik bedoel, dan laat ze heeft ze echt gezegd, heeft ze gezegd. Ja, dan laat ze dus precies zien wie ze is. Ja. Ja. Leuke een dingen beetje. Doen. Met Peter ja, Bosman. Doen, ja. Nou, kom, jij zo'n saai event bent. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ik deed elke dag de afwas. Ja. Boring. Ja. Ja, 6 dagen in de week maakte ik het ontbijt. Boring. Ja. 4 dagen in de week het warm eten op tafel. Boring. Ja. Ik regel de administratie. Boring. Nou, je hebt het dus eigenlijk gefaciliteerd dat zij leuke dingen kon doen. Ja. In de gedachte dat er iets voor terug zou komen. Ja. Ja, nee, dat komt dan niet, hè? Nee, dat heeft Peter Bosman allemaal gekregen. Die mocht lekker zijn hete pik in een warme kut stoppen. Dank je wel aan Perry. Ik had nog een bos bloemen van Peter Bosman moeten krijgen. Dank je wel voor het neuken van je vrouw. Dat had hij kunnen doen. Niet dat ik bloemen wil, maar liever een fles whisky. Maar ja. Ja, daar had je ook meer aan gehad. Maar, nee, maar goed, het is wel zo. En ik bedoel, ik heb ooit een keertje een documentaire gezien. Dat ging over Japanse apen. Waar... een mannetjesaap. Mm-hmm. En het was een heel goed vadertje. Alleen die moederaap... Die ging steeds... in andere bosjes kijken... naar andere mannen... door wie ze zich liet neuken... waar ze kinderen van kreeg. En dan ging ze terug naar die andere aap. Mm-hmm. En die zorgde keurig voor haar kindertjes. Maar die kreeg niet de kans om haar te neuken. Ja, geweldig. Ja. Dat kan je ook echt zien. Wernanda is er ook zo een, de moeder van mijn kind. Dat is ook zo'n bonobo. Nou, die stammen bonobo van de apen af. Ja, dan moeten we accepteren dat niet iedereen een kind van God is. Niet iedereen is een kind van het woord. Niet iedereen hecht eraan om niet te liegen en te proberen. Dat geldt niet voor iedereen, Marco. Er zijn mensen die stammen van de apen af. Perry, ja. Als je begint met een leugen, zoals ik het zie, en voor mij is God een leugen, mm-hmm. Dan
moet je altijd zorgen dat je die lui, dat heb ik ook gemerkt, van als je begint met liegen, hè, dan komt iemand ergens achter, dat iets te maken heeft met jouw leugen. Mm-hmm. Dan moet je daar ook weer een leugen over vertellen. Ja, 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 ik ken het hele verhaal. Zodat het weer in orde komt met jouw leugen. Ja, precies. Dan moet je die leugen weer bedekken met een andere leugen. En voordat je het weet, zit je in een heel web van leugens. Ja, klopt. En dat is als een kaartenhuis. Nou, je hoeft met dit te doen en het hele zaakje stort in. Ik ben het met je eens. En om die reden zou je dus gewoon niet moeten liegen. En dat heeft niks te maken met dat God tegen je zegt van, je moet niet liegen. Nee, je moet niet liegen, omdat je weet, uiteindelijk wordt het wel achterhaald, die leugen. Ja, door de logica, zeg maar. Gewoon door de logica. Ik bedoel, dat kun je niet blijven handhaven. Het is een algemene waarheid. Ja. Het is een tautologie. Het is iets wat waar is voordat het gezegd werd. Ja, maar er zijn nog steeds een heleboel mensen die dat niet begrijpen. Die liegen lekker door. Zoals Donald Trump en Hiddema en het oude hoer maar een beetje. Mark Rutte. Nee, maar dat is het. Lullen voor geld noem ik dat. Yo, ik moest wel liegen, want anders zou ik nooit zoveel verdienen als minister Huppeltje Pup. Ik kon er niks aan doen. Ja, precies. Want ik heb vrouwen en kinderen. Ja, en in de politiek moet je toch liegen. Hey Marco, we zitten... Nee, dat is niet waar, Perry. Dan doe je je politiek niet goed. Hoe? In de politiek moet je zoveel mogelijk woorden gebruiken om zo min mogelijk te zeggen. Dat is een vorm van liegen, Marco. Nee. Jawel. Ja, liegen is dat dan liegen hetzelfde als verhullen? Mm-hmm. Correct. Nou, dan, als iemand zegt van, wat heb je achter je rug? Niks. Ja, mijn handen zitten achter mijn rug. Ik heb een heel leven achter de rug. Ja, een heel leven achter de rug, ja precies. Ja. Ja. Hoe heet dat? Die Jezuïeten hebben daar een term voor, dat heet... Man, Jurk Gliesman is er heel goed in. Een Latijnse term. Hoe heet dat nou? Ratio. In ieder geval, je zegt wat. En dan achteraf zeggen andere mensen van ja, je hebt dat gezegd. En dan zeg je nee, ik bedoelde zus en zo. Ja, hoe heet dat nou? Gereserveerde taal of zo. Huh? De term schiet me even niet te binnen. Maar de vormen van liegen. Oh ja. Daarom moet iedereen ook blijven stemmen. En dan kan je goed luisteren naar die leugenaars. Nou ja. Ja, ik zeg maar een beetje zo grappig mogelijk hoor. Ik stem al jarenlang niet meer. Ik heb helemaal geen zin om... Ik ga nog liever naar de kroeg om te stemmen. Terwijl in de kroeg kost het geld. En stemmen is gratis. Nou, trouwens. Maar stemmen is saai. Nee, jij liegt uit je borst. Jij stemt wel. Want jij gaat niet met een ongestemde gitaar het podium op. Hoe heet het nou ook alweer? Mentale reservatie. Mental reservation. Ja? Mentaal voorbehoud. Zo. Ja, dat zei ik toen. Maar ik bedoelde dit. Ja, dat... Ja. Mentale reservatie. Dat is de Nederlandse term. Ja, als je spreekt, mag je altijd achteraf zeggen dat je het anders bedoelde. Ja, ja, zeg dat tegen Geert Wilders. Zegt dat tegen de moeder van mijn kind. Die heeft tegen mij gezegd, als jij niet doet wat ik zeg, dan zorg ik ervoor dat jij je kind nooit meer ziet. Nee, maar het enige waar ze... Maar ze bedoelde dat niet zo. Dat was een uiting van een emotionaliteit op dat moment. Ja. Ik moest gewoon doen wat zij zei. Want anders zou zij ervoor zorgen dat ik mijn kind nooit meer zou mogen zien. En zij wist wel degelijk dat zij... Het ook weer het langste strootje had. Daar is een woord voor, dat noemen ze emotionele chantage.
katten voor de bek moeten slaan. Maar ja, dat ben ik vergeten. Oh, dat is, nee, is goed voor je. Dat heb je niet gedaan, hè? Nou, dankjewel. Want anders had je dat weer aan je kloten gehad. Inderdaad, ja. Want dan zou je iemand zijn die vrouwen slaat. Heb je dat weer aan je kloten, ja. Ja, precies. Dat wil je ook niet, uiteindelijk. Nee, natuurlijk niet. Ik wil eigenlijk alleen maar leuke dingen doen. Mm. Vrouwen slaan, ja, zo simpel. Ja, weet je, dan, als je vrouwen wil slaan, dan moet je naar vrouwenslavie gaan. dat heet ook wel Rusland tegenwoordig. Daar mag dat, dus heel gewoon. Met de blote handen of moet je bokshandschoenen om? Nee, met blote handen. Nou, oh, met een stok. Met een stok en een zweep. Oh. Ja, vinden ze lekker, daar. Oh, nee. Want ik zie wel eens van die filmpjes uit het Oostblok. Nou, daar hebben vrouwen veel te zeggen, zeg. Hé, wat een goed bericht. Hé, Marco, wil je even een mooie afronding maken? Dan hebben we echt een mooie uitzending. Mooie afronding. Ja, even een mooie afronding. Iets creatiefs. Maakt me niet uit wat. Als het mag humor hebben. Het mag ook een kogel zijn. Ja, dat moet je niet hebben. De kogel is namelijk heel erg rond. Yep. Tenminste, meestal, tegenwoordig niet meer. Dan hebben ze meestal zo'n puntvorm. Maar vroeger waren die kogels allemaal rond. Yep. Nou, dat vond ik een mooie afronding. Ja, echt wel. Nou, kijkeraars, jullie mogen er blij mee zijn dat het ons gelukt is om de audio voor elkaar te krijgen. Ja, daardoor kunnen zij luisteren naar welk geblaad wij dan ook de ether in sturen. Oh, dat is tegenwoordig ook niet meer de ether, ik moet zeggen de kabel insturen. Ja, de kabel, ja, precies. Ja, precies, de UTP-kabel. Het blijft een beetje ether, zo, maar etherisch. Ja, maar ik heb gewoon die kabel in mijn huiskamer liggen. Dus, ik ook. Ik zie hem fysiek. Ja, en dat is dus gewoon het ding wat ervoor zorgt dat wij nu met elkaar praten. Zonder dat wij daar een telefoon bij nodig hebben. Yep. Het ook kan dus wel. Ja. Ja, het kan dus wel. Nou, ik ben aan het afronden, Marco. Hang niet op. Ik ga even afsluiten. En dat hoort altijd op zijn Hamburgs. En Hamburg is een stad in het noordwesten van Duitsland. En iedereen denkt dat Dresden gefirebombd is. En geen hond weet dat Hamburg hetzelfde is overkomen. Dat oude vrouwtjes tot aan hun knieën wegzakten in het asfalt. Burn baby burn. Disco inferno, snap je? Maar op zijn Hamburgs zag ik... Tjus en dag lieverds.